Ja, we zijn vandaag een workshop broodbakken aan het geven. En we hebben vandaag een groep dames en één meneer. Nee, ik zag ze nog beter uit. Ja, dat Nonke Buske, dat is ontstangen in de jaren 70. En dat zijn het oude vakwerkhuisjes wat hier in het bos neergezet is. Om rust te creëren weg van de drukke maatschappij. Tegenwoordig is dat een stichting. En hier werken bijna 70 vrijwilligers. En we doen er met z'n allen alles aan om het hier in stand te houden. En dan moest ook even de bakkers binnenkomen. Ja. Want dat is leuk. Doen, hè. Kijk eens. De oven. Kijk eens aan. Mooi schoon. We gaan eens even meten hoe warm die is van binnen. De bodem is nog 270 graden. En het gewaad op de 295. Ja. We zagen het langskomen op Facebook. Ja. We hebben een groepsapp met leuke uitjes. Vrouwen, allemaal en dan gooien we de uitjes in de app. En iedereen die mee wil, die kan dan mee. Dat is iedere keer iets anders. Een vlekbrood, dat is eigenlijk gewoon een witbrood, maar dat geeft er dan een andere vorm. En waar ik het meeste met werk, dat is met vijf strengen. En dan werd dat gevlochten. En dan had men eigenlijk een gewoon witbrood wat heel luxe en heel mooi uitkomt te zien. Iedereen weet wel wat vlechten is, hè? Dat doen we voor met drie. Dus we pakken hier de rechtse drie. Pak voor de rechter boete, die geeft erover heen. En hier dronger. Dan had ze hier links had ze er weer drie. Dan pak voor hier de boetenste. Ja, en zo krijgt men dus een vlekbrood. Het is in principe altijd met drie. Maar omdat ze er vier vast, heeft het elke keer op. Eerst rechts en dan had ze er links drie. En dat doen we voor dat oog. Gewoon eigenlijk als bovenaan. Pak voor de uiteindes. Je kniep voor zo een beetje bij elkaar. En dat is natuurlijk voor de zaterdag. Ja. Ja. Maar de sloerie doet het altijd heel goed. Dus denk, die ovenbodem is dan op dat moment, als die gedweild wordt, is die rond de 500 graden. Dus het maakt niet uit hoe vuil die doek is en hoe vuil dat water is. Zodra de sloerie er doorheen gaat, dan is die... Ja, precies, gatsverdamme. Ja, dat is de sloerie. Maar het enige doel dat hij dus heeft is het as opnemen eigenlijk van de stenen, zodat je dat direct op de stenen kunt bakken. Okay. Dus iedereen heeft nou gelijk een ander idee bij, ja, bij sloerie. De eerste volgende keer als u dat woord hoort, dan is dat de sloerie. Het is heel goed voorbereid. En je krijgt echt stap voor stap krijg je uitgelegd wat je moet doen. Dus ja, als je het niet makkelijk zou vinden, dan gaat het ook goed. Dus voor iedereen is dit goed, ook voor kinderen denk ik. We zijn nog warm, wacht, sorry. Oh. Haal het hier even deze kant op. Oh. En of die getijgerd is. Dit is historie. Dit is zo leefde men vroeger hier in Limburg. Men houdt niet een elektrische oven. We hebben een chanceoven. Hout gestookt werd en waar de oven veel verwarmd werd. En op zijn gaarzijn kun je zo horen. Hij klinkt hol. Ja. Okay. We vingen dit stuk geschiedenis, wat hier is in Schönwald, in de Schönwaldse bossen, vingen we erg belangrijk. Kijk, het voordeel van zo'n grote machine is dat je ook een hele badkuip vol beslag op kunt maken. Ja. Oh, en dat, ja, dan mag ze maar af. Alleen degene die hem kan dragen, ja, die mag hem afvlekken. Ja, dat lukt toch wel. Ja.